eerst in zijn geschiedenis heeft Nederland een ministerie van Veiligheid. Vroeger hadden we genoeg aan een ministerie van Justitie. Nu is het dus Veiligheid en Justitie. Wat betekent dit eigenlijk? Is Nederland plotseling zo onveilig geworden? En hoe komt dat? Door een toename van de criminaliteit? Maar volgens de cijfers daalt de criminaliteit juist. Tussen veiligheid en criminaliteit bestaat dus een buitengewoon ingewikkelde relatie. En ik praat erover met Johanne van der Leun, hoogleraar criminologie in Leiden. Glenn Helberg, psychiater en kenner van onder andere de situatie onder Antilliaanse jongeren. En Paul van Musser, politiecommissaris in het veelgeplaagde Gouda. Hoe is dat? Er is een grote drukte rond Gouda momenteel. Je zou bijna denken dat het daar een soort oorlogsgebied is. Geen zins. De drukte... Die indruk kreeg je anders wel als je de media volgt. Ja. En de vraag is of dat beeld dat geschetst is de realiteit dekt. Ik denk het niet. Oké, laten we kijken naar een compilatie van beelden over criminaliteit die we regelmatig langs zien komen. Een jongen sticht brand in een vuilnisbak. De wijkagent maakt daar bezwaar tegen. En in een mum van tijd raakt een grote groep Marokkaanse jongeren slaags met de politie. Het centrum van Rotterdam, koopavond. De winkels zijn net dicht. Een man laat een zaktelefoon vallen. Op dat moment lopen Aadspeksnijder en Jacqueline de Jong toevallig voorbij. Samen met een vriend achtervolgt de man het stel. De enige reden, hij denkt dat ze zijn telefoon hebben aangeraakt. Zo ontstaat in Gouda onrust als een buschauffeur wordt beroofd en mishandeld. Een harde kern Marokkaanse jongeren terroriseert daar een wijk. Er zijn verschillende stenen door het voorraam gegaan en door de voordeur. In Culemborg moet de ME zelfs dagenlang een wijk bewaken. Ongeregeldheden tussen groepen Marokkaanse en Molukse jongeren houden de buurt in zijn greep. Het aandeel van Antillianen in de criminaliteitscijfers blijft zorgwekkend hoog. Voor camera toezicht mag komen. En de centrale stad heeft... Dat was dus een glas. Zo erg is het dus in de Jan van Gaal. Ja, nou ja, dat precies. Ik moet er ook iedere keer om lachen. Maar het is natuurlijk helemaal niet lachwekkend. Daar staat die mevrouw toch te praten over de criminaliteit. En wordt er een fles naartoe gegooid. Meneer Helberg, u bent psychiater, dus u let ook vooral op de psychische kwesties. Ik let zeker op de psychische kwesties, want de literatuur laat zien... en onderzoek dat we onlangs hebben gedaan, blijkt dat de jongeren die het... je zou zeggen psychisch het meest beschadigd zijn, ook de meest ernstige delicten plegen. Daar is de relatie tussen. Dus het is heel belangrijk dat je die jongens eruit probeert te vangen. We komen daar nog op terug. Maar okay. Johanne van der Leun, u bent criminoloog. Waarom is criminaliteit zo lastig te meten? Criminaliteit op zich natuurlijk. Het deel wat ter oren komt van de politie, dat is vrij helder. Dat is goed te meten. En dan heb je in Nederland goede landelijke cijfers van. Mm-hmm. Het probleem is alleen, ja, dat is een enorm containerbegrip. Daar zit van alles in, van hoog tot laag. En het is ook nog zo dat mensen allerlei dingen ervaren als criminaliteit of als onveiligheid. Die niet officieel onder criminaliteit vallen. Dus dat is lastig. Mensen vinden dat wel, zien dat als één ding, maar in de cijfers zijn dat verschillende zaken. Ja. En voor de rest is er, zijn er natuurlijk heel veel verschillende onderzoeken. Waar ook vaak komt er hier weer even wat anders uit dan daar. Of op dit moment dan op dat moment. Laten we kijken naar een weergave van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is dan dit. En dan zien we dat de criminaliteit tussen 2005 en 2009... afneemt. Ja, dit is een heel duidelijk beeld, wat overigens niet alleen in Nederland plaatsvindt, maar in meerdere westerse landen. En ik denk dat heel veel mensen hier verbaasd over zijn. Hoe komt dat? Omdat wij zien het bijvoorbeeld ook bij studenten die criminologie gaan studeren, die denken aan het begin van, nou één ding weten we zeker, de criminaliteit neemt toe. En iedereen met wie ik praat en ik zeg wat mijn vak is, de criminaliteit neemt toe. Maar deze daling, nee, dit is een consistente daling die heel helder is, maar ik denk... Het staat ook wel in de krant, maar het blijft niet hangen. Het blijft niet hangen? Nee, het blijft niet hangen, omdat mensen toch meer onder de indruk zijn van dat soort filmpjes die we net zagen, dan van zo'n grafiek. Ja, Terwijl dit zijn harde cijfers. En als we kijken naar de verdeling in bevolkingsgroepen, dan zien we ongeveer dit. En dat is een diagrammetje waaruit blijkt dat het aandeel van autochtonen in de criminaliteit 63% is. En van de Antillianen nog vrij laag. De Marokkanen, Surinamers, Turken bijna vergelijkbaar.
meneer Van Busserum moet het dus duidelijk maken dat de blanke jongens hier toch echt de grootste groep vormen. Maar dat is in Gouda kennelijk niet het geval. Nee, ik denk als je van Gouda zo'nzelfde staafdiagram maakt, dat het beeld anders is. En dat komt omdat... Hoe anders? Welke groep zou daar het hoogste scoren? Ik denk dat de Marokkaanse Nederlandse jongeren daar oververtegenwoordigd zijn. Kijk, dit komt, dit beeld, omdat wij veel meer Nederlanders hebben, of autochtone... Ja, dit is een landelijk cijfer. Landelijk cijfer. Dan dat wij allochtone mensen in Nederland hebben. Dus het aandeel criminaliteit is ook zo verdeeld. Dat is niet raar. Mm-hmm. Vaak merk je uit de mensen gevoelens van die Marokkanen of die Antillianen. En dat klopt dus niet. En dat zie je in dit beeld. Gouda heeft ongeveer 9,2% van de bevolking Nederlands-Marokkaanse mensen. Marokkaanse mm-hmm. komaf. En dan zie je een ander percentage dan dat dit beeld laat zien. Maar hoe komt het bij de Marokkanen in Gouda dat ze zo betrokken zijn bij criminaliteit? Heeft dat te maken met hun cultuur? Heeft dat met andere dingen te maken? Wat denkt u? Nou, ik heb me dat laatst uit laten leggen door iemand waar wij les van kregen over multiculturaliteit. We nemen dat onderwerp heel serieus. Mm-hmm. Een Marokkaanse man. En die legde mij uit de inwoners van Gouda die komen uit het Rifgebergte. Dat zijn Berbers. Berber komt van het woord barbaar. Ja. En dat is inderdaad cultureel ingebakken dat ze wat wilder zijn, wat makkelijker op straat leven, wat ruiger. Je zou kunnen zeggen dat het genetisch meegekomen is. Genetisch zelfs? Dat is zijn verklaring. Wat denkt u zelf? Nou, je ziet natuurlijk dat zij cultureel er andere gewoonten op nahouden dan wij, hè, moet je het zo zeggen. Maar een aanpassingsprobleem is er dus wel. Hè? Want ze komen uit een dorpssamenleving, ze komen naar een anonieme stedelijke samenleving. Maar die tweede generatie toch niet? Nou, jawel. Kijk, je ziet dat sommige kinderen op straat gelaten worden. En de ouders, die hebben kennelijk, of die nemen een andere verantwoordelijkheid dan dat wij dat gewoon zijn in Nederland. Hoe dan? Welke andere verantwoordelijkheid nemen ze? Nou, wat wij vaak doen is dat wij het belangrijk vinden dat de kinderen naar school gaan. Als ze wat doen, dan voelen wij ons als ouder verantwoordelijk. Mm-hmm. En wat ik in Gouda nu zie, en ook na het voorval van vorige week zaterdag, dat bloembollenincident, dat de rol van de ouders absoluut weg is. Dat de ouders niet in beeld zijn. Dat de ouders niet naar voren komen. Ja. Want ik vind het belangrijk dat mijn kind dit niet doet. Ik betaal de schade of wat dan ook. En is het dan niet zo dat de ouders eigenlijk een aanpassingsprobleem hebben? Ik weet niet of ik op die manier moet antwoorden. Ik weet in ieder geval dat als je bijvoorbeeld naar Marokko gaat, of de mensen nou Berbers zijn of niet, de mensen leven op straat. Mm-hmm. En een van de zaken die we in Nederland zien is dat onze jongeren ook de straat opzoeken. En ik denk dat het heel erg belangrijk zijn dat wij dus in Nederland een slag moeten maken om te zeggen, niet alleen maar controle in huis, maar ook een vorm van sociale controle op straat. En ik denk dat dat mijn probleem, bijvoorbeeld als ik zie, als jongeren het slecht gaan doen, dan zie ik dat ze op straat komen. En op straat zijn er verlokkingen. Ja. En die verlokkingen komen veelal. En geen controle. En er is geen controle. Yes. Maar dat is ook straatcultuur. En wat heel makkelijk gezegd cultuur. Ja. Maar als je kijkt naar eerste generatie Marokkanen, die gaven hier helemaal geen criminaliteitsprobleem. Nee. Dus zo genetisch zit het er ook niet in. Nee. Want dan gaat niet van de ene generatie op de andere, ja, hebben we ineens hele andere genen. En ik ben het wel eens met het op straat leven, dat is een verschil. En de opvoeding, dat is ook een verschil. Maar ik weet niet, ja, dat is geen cultuur die je in je tas meeneemt uit de Rif naar hier. Zo gaat dat niet. Meneer Helberg, die oorzaken die u daarnet noemde, die psychische problemen die u aantreft bij Antilliaanse jongeren bijvoorbeeld, daar heeft u onderzoek naar gedaan. Aan welke problemen moeten we denken? Wat mij heeft verbaasd, in eerste instantie denk je aan gedragsproblemen als je onderzoek doet. Mm-hmm. Maar je ziet gewoon zaken als depressies. Hè? Psychotisch worden, dat jongeren eigenlijk de realiteitszin verloren is gegaan. Mm-hmm. Dat ze verdrietig zijn. En een van de zaken die je ziet is dat als je naar de geschiedenis van de jongeren gaat kijken, zie je dat er jongeren tussen zitten die een zwaar leven achter de rug hebben. En we moeten die jongens leren onderkennen. En we moeten dus niet denken in termen van cultuur. Dat ben ik met u eens. Wat ik net bedoelde met de straat was niet om het te hebben over de genetische cultuur of wat voor cultuur dan ook. Maar gewoon dat de mensen op straat leven en dat je dus daar rekening mee moet houden. Ja. Dat je de jongeren wat te doen geeft. Ja. Maar even,
Even terug naar de psychische klachten. Komt dat relatief meer voor bij deze jongeren? Bij deze Antilliaanse jongeren die in de criminaliteit terechtkomen? Nee hoor, we zien niet dat het relatief meer voorkomt, maar we zien dat het relatief meer gemist wordt. Ja? Dus de mensen in de omgeving, het is heel grappig. Een van de zaken waarom ik fijn vind om hier te zitten, is om duidelijk te maken dat cultuur geen probleem kan zijn. Want je ziet soms in brieven dat men zegt, die en die heeft dat gedaan en het komt doordat die Antilliaan is. Je doet nooit iets omdat je Antilliaan bent. Je doet iets omdat je ontwikkelingsproblemen hebt. Je doet iets omdat er in je achtergrond iets zit, maar niet omdat je Antilliaan bent. En het is zo ver in dit land gekomen dat die Antilliaanse jongeren die zelf iets doen, op een bepaald moment gaan zeggen, zijn ze agressief geweest, gaan ze zelf zeggen, het is omdat ik Antilliaan ben. Ja. Nog erger, Marokkanen doen het ook. He? Die lopen dus nu rond met een imago, jullie zijn bang voor ons, dus we zullen het ook laten merken. Dus wij creëren met elkaar die Antilliaanse jongeren of die Marokkaanse jongeren. Johanna van der Leun, u schreef recentelijk een stuk in NRC en u sprak van een vicieuze cirkel. En die cirkel was, de politie let meer op de Marokkanen, dus pakken ze ook veel meer Marokkanen. Wat bedoelt u daarmee? Ik bedoel er in elk geval niet mee dat ik het probleem van allochtone criminaliteit bagatelliseer of zo. Zo heb ik gemerkt dat het nog wel eens opgevat wordt. Dat bedoel ik niet. Maar het probleem is natuurlijk dat het soort cijfers wat we hebben, dat een weerspiegeling is van het optreden van de politie. En er is de laatste jaren een enorme fixatie ontstaan op criminaliteitscijfers van Marokkanen. Nee, in de hele samenleving. En dus ook door de politie? Ook. Dus door de politie, dus door journalisten, dus waar burgers zorgen over hebben. En dat leidt ertoe dat er steeds meer beleid wordt ingezet. We moeten op die jongens letten en we moeten ze oppakken. Daar zit de goede kant aan. Ja. Maar en als je goed op ze let, dan betrap je ze vaker op een misdaad. Dan betrap je ze vaker. Vervolgens komt er een intensieve aanpak waarbij je zegt, als je één jongen uit het gezin in het vizier hebt, moet je ook op de broertjes letten. Is zeker wat voor te zeggen, maar die komen ook in de cijfers terecht. Meneer Van Musser, u zit naast haar. U kunt haar uitleggen dat het helemaal niet het geval is. Nou, ik denk dat het wel het geval is, voor een deel. Dat de politie zelf bijdraagt aan een verhoogde aandacht voor Marokkaanse jongeren, waardoor de Marokkaanse jongeren inderdaad vaker gepakt worden. Wij zien een toename van bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren in het strafrecht. En wij leren politieagenten dat je altijd objectief moet zijn. En niet op etniciteit en auto aan de kant zetten. Of aan de andere kant schreeuwt de maatschappij, de Marokkanen. Hoe kun je objectief zijn? Nou, als je naar Gouda kijkt bijvoorbeeld, je zult ze maar voor de deur hebben. En daar staan ze te vernielen en te schreeuwen en te doen. Dat zijn Marokkaanse jongeren, dat kun je feitelijk vaststellen. Mm-hmm. En als het signalement na een bankoverval bijvoorbeeld is een getinte jongen van Noord-Afrikaanse komaf, denkt u meteen Marokkaan? Gaan wij niet achter een roodharige Engelsman aanjagen. Nee. Dat mag duidelijk zijn. Nee, maar betekent dit, ik wilde eigenlijk iets anders vragen. Ja? Betekent het, kijk, u zegt van, als je die Marokkanen die u kent, hè, die in de criminaliteit zijn, en die houdt u in de gaten. Ja. Betekent het ook dat je andere Marokkanen ook een beetje meer in de gaten houdt? Dat is toch automatisch? Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Wij zijn overgestapt van delicten centraal stellen, hè, dus geweld, woninginbraken, naar een persoonsgerichte aanpak. Dus wij analyseren heel goed wie doet nou eigenlijk wat. Mm. En dan zie je dat sommige daders multiplegers zijn. Dus ze plegen woninginbraken, geweldsdelicten, overvallen, wat maar geld oplevert. Ja. Het werd net al gezegd, het snel geld verdienen. Dus het inzoomen op de persoon en dat goed analyseren, dat leidt tot een top zoveel lijst. Ja. En daar zit dus van alles tussen. Maar ook mijn Nederlandse vraag was een andere. Ja. U zegt, u zoomt in op een persoon. Mijn vraag is, zoomt u ook per ongeluk in op groepen? Nou, niet per ongeluk, dat doen we heel bewust. Dus je zoomt in op Marokkanen bijvoorbeeld? Ook, ja. En dat komt doordat Marokkanen zo vaak in de criminaliteit terechtkomen. Ja. Met als gevolg dat u daarin een grotere pakkans heeft. Met als gevolg dat die cijfers weer stegen. Met als gevolg dat journalisten geïnteresseerd zijn in incidenten waarbij Marokkanen betrokken zijn. Met als gevolg dat burgers denken van, oh, dit gaat allemaal over Marokkanen. Met als gevolg dat er nog meer politie wordt ingezet op gemeenten waar veel Marokkaanse Nederlanders wonen. Nee, kijk, de politie is er niet om lage cijfers te produceren. Mensen die dit soort cijfers bekijken, moeten weten dat daar een bepaald proces achter zit.
Alleen op het moment dat de politie overgaat tot wat wel genoemd wordt etnisch profileren. Iemand is... Etnisch profileren betekent, hij ziet eruit als een Marokkaan, dus even beter opletten. Er komt een bepaald profiel en daar moeten wij op gaan letten. Dat kan zijn dat hij eruit ziet als of Marokkaan. Antilliaan, ik zeg niet dat het geval is, maar op dat moment schiet je verschrikkelijk je doel voorbij. Want dan jaag je de hele groep tegen je in het harnas. Ik ben het daarmee eens. Kijk, ik wil er wel iets aan toevoegen. De Nederlandse politie werkt steeds meer informatie gestuurd. Dus niet zomaar... De willekeur van de eerste beste diende of rechercheur is leidend. Maar de informatie die geanalyseerd is, die veredeld is, die getoetst is, die leidt tot de aanpak van criminaliteit. Dus daar zit een meer geobjectiveerde slag in dan de willekeur. Maar die etnische profilering, daar ontkomt u dus niet aan. Nou, ik heb een aantal weken geleden in de Volkskrant gezegd dat wij niet zomaar op etniciteit registreren. En ik heb er ook geen enkel belang bij om, als er een overval gepleegd is, om dan te zeggen dat is door een Marokkaanse jongen gebeurd. Want dat doet niks af van de ernst van het feit. Nee. Of het een Nederlander is of een Marokkaan of een Antilliaan. Helemaal niks. Behalve als je weet en je hebt camerabeelden enzovoort, dat je gericht op zoek bent naar iemand. En dat kan net zo goed Jan de Wit zijn als Ahmed. Maar het moet niet zo zijn. Dat hij op Ahmed bij voorbaat al goed let. Dat er is een overval gepleegd, dus dat zal wel een Marokkaan zijn. Dat is fundamenteel fout, daar ben ik erg eens. Ja, dan schiet je zo verschrikkelijk je doel voorbij. Want dat bevordert je helemaal niet veiligheid. En ook helemaal niet gevoelens van veiligheid. En dat heeft ook niks want dan met jaag je hele professioneel politiewerk te maken. Ja. Kijk, een van de verworvenheden van de Nederlandse politie in verhouding tot de bevolking is dat er vrij goede relaties zijn. Ja. Ja, als je vergelijkt met andere landen. Ja. Ook in de migrantenwijken zijn er tamelijk goede relaties tussen politie en allerlei groepen burgers. Ja. En dat is voor het gevoel van veiligheid zo verschrikkelijk belangrijk. Laten we kijken naar het gevoel van veiligheid, de gevolgen van criminaliteit, van onveiligheid die daar ontstaat, daar hebben we wat beelden over. Als je je eigen huis niet beveiligd bent, waar dan wel? Het gevoel van onveiligheid komt vaker voor in de politieregio's van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Bijna 60% van de bewoners daar voelt zich onveilig. In een aantal wijken in Utrecht zijn jeugdbendes heer en meester op straat. In Zuilen krijgt de politie nauwelijks grip op de groepen. Autochtone bewoners voelen zich vaak niet meer thuis in de buurt. Veel zijn er inmiddels vertrokken. Je leeft gewoon continu in een wereld van bedreiging. Het is heel angstig leven eigenlijk. Steeds achterom kijken wie er achter je loopt. 'S Avonds niet meer de deur uit durven in je eentje. Ondanks de afname van het aantal misdrijven voelt een kwart van de Nederlanders zich niet veiliger. Hoe heeft het zover kunnen komen? Dus volgens de cijfers daalt de criminaliteit, maar toch worden we daar niet geruster op als burgers. Hoe komt dat? Ja, dat is wel moeilijk vast te stellen. Er zijn heel veel metingen van gevoelens van onveiligheid. En hoe meet je gevoelens? Daar vraag je naar. Je vraagt aan iemand schaal van 1 op 10. Hoe vaak voelt u zich wel eens onveilig? Of hoe vaak heeft u zich het afgelopen jaar onveilig gevoeld? Maar ja, voelt u zich wel eens onveilig? Dat is een hele brede vraag. Ja. En het is bekend dat vrouwen zich vaker onveilig voelen dan mannen. Dat mensen zich vaker onveilig voelen in een omgeving die ze niet kennen. Ja. Hoe crimineel hun eigen buurt ook is, daar voelen ze zich veilig. Want daar hebben ze het gevoel, ik kan het inschatten. Nou, daar wil ik op ingaan, want u zei net iets. En dat ging om de mensen. Je kunt in een onveilige buurt wonen. Maar je kunt je er veilig voelen, want jij weet hoe je erop moet reageren. Je hebt het gevoel van controle. Ja. En dit soort beelden die overal vandaan komen, je weet dus niet waar het vandaan komt. En je gevoel van controle gaat weg. En dat geeft mensen het gevoel van onveiligheid. Niet die werkelijke gebeurtenis. Want als je je eigen omgeving controle hebt, je weet hoe het zit. Oh, daar wonen die mensen. Dan weet je dat jij daar niet naartoe gaat. Ja. En dat is het gevoel van veiligheid. Dus je zegt eigenlijk, het is een gevoelskwestie. Wat niet samen hoeft te hangen met de eigen ervaring. Absoluut. Want als het eigen ervaringen zijn, dan is het gevoel anders. Anders. Ja. En meestal zien we bijvoorbeeld ook die beelden op tv als je bij iemand binnenvalt. Als er iets gebeurd is, hè, die microfoon die dus zo voor je neus wordt gehangen. Op het moment dat iets gebeurd is en je komt als journalist ergens binnen, dan zul je in eerste instantie de emoties van de mensen krijgen. Die emoties van de mensen spatten over naar het publiek. En dan krijg je die beelden zoals wij die hebben laten zien. Dat horen de mensen. Ja. Maar de mensen horen niet daarna hoe ze weer tot rust komen, hoe ze worden opgevangen, hoe ze misschien op wijkniveau ervoor zorgen dat er weer rust komt. Want een van de dingen waarin ik geloof, is dat om veiligheid te creëren, we niet van bovenaf het zouden moeten doen. En ervoor zorgen dat er ergens iemand is, een minister van Veiligheid, die ervoor gaat zorgen dat we veilig worden. Nee, ik denk dat we op wijkniveau moeten gaan organiseren dat de mensen zich veilig voelen.
En één aspect waar we het nog niet over hebben gehad is de reactie van de politiek. Veiliger. Veiligheid in Nederland. Veiligheid. In veiligheid. Veiliger worden. Mocht u onverhoopt geconfronteerd worden met een inbreker in huis en u slaagt erin om die met een paar ferme tikken het huis uit te jagen, dan wordt de inbreker in de boeien afgevoerd en niet u. En dat ging weer over in de knieën schieten? Nou, wat er gisteren is besproken en wat we vanavond ook weer kunnen bespreken als u daar prijs op stelt, dat is het gegeven dat er soms escalerende geweldssituaties zijn. Er komen in Nederland de komende jaren 3000 agenten bij. Is er het sneeuwballen, nu zijn bloembollen. En blijkbaar is er nog steeds niks veranderd. We hebben het er al tijden over. Ik begrijp van de staatssecretaris dat er best heel veel jeugdzorg al op die gezinnen absoluut zit. Maar dat op dit moment nog steeds onvoldoende echt helpt. Er komt een nationale politie. En dat betekent dat de politie niet meer bezig is met die malle bonnenquota, maar in de toekomst zich gewoon kan bezighouden met het veilig maken van Nederland. Er zijn allerlei plekken waar mensen zich nu gewoon onveilig voelen. En er komt één minister van Veiligheid. Het kan intimidatie zijn in een buurt, in een winkelstraat. En dan moet je gewoon ook op een gegeven moment zoeken naar een gebiedsverbod. Is dit een zwaar overtrokken reactie van de politiek? Even, wie? Ja en nee. Dus precies waar het hier vanavond om gaat. Ik zie dit ook in Gouda, ook in het landelijk beeld. De cijfers nemen af. Mensen voelen zich veiliger, ook in Gouda. Ja, daar hebben we ook cijfers van, ja. Als we die even kunnen zien. En dan zien we dat het gevoel van onveiligheid afneemt. Wat betekent dat het gevoel van veiligheid toeneemt. Ja. En ik heb dan en met mensen over... nu pas een ministerie van Veiligheid. Ja, ik heb daar met mensen over gesproken. En die zeggen, je zult ze maar voor de deur hebben, enzovoort, enzovoort. En ik kan me dat levendig voorstellen. En als je vraagt, voelt u zich wel eens veilig in uw wijk? Eigenlijk sluit aan op het verhaal van Glenn Helberg van zojuist. Dan zeggen de mensen, ik kan ermee omgaan, enzovoort. En die scoren daar hoger dan alle jaren daarvoor. Hoger in hun gevoel van veiligheid. Ja. En dat geldt zelfs voor heel Gouda. Maar we hebben te maken met een totaal irrationele reactie op, als je dat vergelijkt met wat er werkelijk aan de hand is qua cijfermateriaal. De mensen zeggen dat ze zich veiliger voelen. Ja. Intussen zien we dat de media in ieder geval ontzettend veel aandacht schenkt aan individuele gevallen en incidenten enzovoorts. Met als gevolg dat de politiek daar weer op een bepaalde manier op reageert. Ja. Is dat niet een nieuwe visieuze cirkel? Het is wel zo dat we natuurlijk veel meer te horen krijgen over criminaliteit en onveiligheid dan pakweg 10 jaar geleden. Je krijgt nu heel veel voorgeschoteld. En het en is ook zo. Dus. Dat komt zeker ook door de media. Mm-hmm. En mensen hebben denk ik altijd een soort fascinatie voor criminaliteit en voor geweld en voor de wetten overtreden. Al is het maar omdat je bij jezelf denkt, zou ik dat wel doen of zou ik dat niet doen? Ja. Maar als je het zo voorgeschoteld krijgt, ja, dat krijgt een hele eigen dynamiek. En politiek heeft natuurlijk ook een eigen invalshoek. Nou, ik moet zeggen dat ik ben blij dat ik in een democratisch land leef. Maar een van de zaken waar ik teleurgesteld in ben, is dat het zo over partijpolitiek gaat. En als ik net onze kopstukken zie, dan hoor ik hun niet praten over de problemen. Maar ik hoor hun praten, luister naar mij, want mijn partij doet het goed. En dat vind ik jammer in het geheel. Mm-hmm. Als je dit probleem zou aanpakken, dan zou je... Je bent een overheidsdienaar. Dan kijk je wat er de afgelopen jaren gebeurd is. En dan zeg je, die overheid die hiervoor zat, heeft dat en dat eraan gedaan. En dat is goed gegaan. En jongens, we gaan dat en dat erbij doen. Maar nu doen we... als politieke kopstukken, alsof zij nu voor de veiligheid gaan zorgen. Nou, ik ben blij dat de cijfers er nu zijn. Ja. En dat die cijfers laten zien dat de veiligheid daalt. Ja. Want het zou bijna zo kunnen zijn dat deze regering dan zal zeggen, zie je wel, de cijfers dalen. Maar we zien al dat de cijfers gedaald zijn. De cijfers dalen al de hele tijd. De cijfers dalen. Ja. Dus het komt niet door een beter beleid van deze overheid. Maar het probleem partijpolitiek is altijd van belang. Maar ook de rol van de media. Het is eigenlijk zo dat allochtonen steeds worden geassocieerd met criminaliteit. Ja. Iedereen heeft het gevoel dat zodra er sprake is van criminaliteit, er allochtonen bij betrokken zullen zijn. Het wordt bijna niet meer hardop gezegd. Het zullen wel allochtonen zijn, het zullen wel Marokkanen zijn, het zullen wel Antillianen zijn. Dat wil zeggen dat als mensen die allochtonen zien, ze zich al onveilig voelen. Het is sowieso dat gevoelens van onveiligheid ook worden bepaald doordat mensen het idee hebben van ik herken me niet meer in mijn wijk bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dat speelt zeker een rol, dat zag je ook in de interviews net. Maar het is ook zo dat mensen inderdaad hun beeld laten bepalen door wat ze horen. En als de criminaliteit altijd gepresenteerd was als een allochtone kwestie, los van het feit natuurlijk er zijn problemen. Mm-hmm. Maar die problemen zijn er zeker zo erg bijvoorbeeld in Engeland.
En daar wordt het altijd gepresenteerd als het probleem van de lagere klasse. Ja. En dat is, het is hier wordt het zo sterk gekoppeld aan allochtonen. Ik denk ook omdat mensen toch het idee hebben van, nou zie je wel, de integratie, daar zijn allemaal problemen mee en dit krijg je ervan. Maar dat is een veel te eenvoudige voorstelling van zaken. Ja. Waar ik zorg over heb is de enorme roep hè, om repressief optreden, hard optreden. Uh-huh. We hebben twee Goudse wijkagenten een week lang mee laten draaien met de Franse politie in de banlieues. En zij kwamen terug en zij zeiden... Parijs. In Parijs. En ze waren onder de indruk van het pakket aan maatregelen dat de Franse politie inzet om daar de orde te bewaken. Repressief. 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 Maar ze gaven tegelijkertijd aan... Wij zijn nog nooit zo trots geweest op ons systeem in Nederland. Omdat als het moeilijk is en het gevoel van onveilig... of er is echt wat aan de hand... We blijven praten, we blijven nuance aanbrengen, yeah. We blijven begeleiden. We hebben hier een bestuur dat zich bekommert en perspectief biedt. We hebben de jongerenwerkers, we proberen ze kansen te geven. Yeah. Onze kinderen, ook de Marokkaanse, Antilliaanse kinderen... die van 8 jaar die met bloembollen gooien... zijn toch de kinderen van de toekomst, die hebben we maar hard nodig. Maar u merkte net in het filmpje dat u daar heel veel genuanceerder over spreekt... dan mevrouw Mirjam Sterk van het CDA, die daar tamelijk hysterisch op reageert. En die daarna meteen zegt, er wordt niks gedaan, nu zijn het bloembollen. Eerst waren het sneeuwballen, nu zijn het bloembollen. En die hysterie, begrijpt u daar iets van bij de politiek? Ik zeg dat het partijpolitiek is. Want als ik het hoor, wij bij een organisatie proberen dus ook in contact te treden met de politie om te snappen wat er aan de hand is. Want in eerste instantie, toen we aan de zijkant stonden, althans luisterden, leek het inderdaad alleen maar op het ging over repressie. Ja, maar je ziet partij... dat de politie ook probeert zich te richten op de mogelijkheden, ontwikkelingskansen die de jongeren zouden moeten hebben. En inderdaad dat men ook kijkt naar de hulpverleningskanten. Ja. Als mevrouw Sterk moeite zou doen, bijvoorbeeld, en ze zou een genuanceerd verhaal vertellen, helaas, dan is haar probleem dat men zegt dat die partij niet interessant is. Ja. En daarom, zoals u zegt, hysterisch roepen. En dan hebben we met partijpolitiek te spreken, PVV bijvoorbeeld, die wil het liefst de islam geassocieerd hebben met onveiligheid. Het is trouwens niet toevallig dat het juist dit kabinet is dat voor het eerst een ministerie van Veiligheid instelt. Maar even bent u het daarmee eens? Een beetje opnemen voor mevrouw Sterk nog, waar mevrouw Sterk op reageerde in Pauw en Witteman. Dat is de ernstige overlastgevende jongeren. En ik wil even terughalen wat meneer Helberg net zei. De bureaucratisering. Als wij echt door willen pakken op de problemen die er echt zijn. En we moeten allerlei regeltjes formuleren. Een voorbeeld. Een jongen gooit een ruit in. Wij moeten als politie 3 uur een procesverbaal tikken met allerlei zorgformulieren. Ja. Zodat die keten die net besproken werd... een keer aan de gang komt. Die tijd is de politie niet op straat. En ik snap dus dat mevrouw Sterk zich daar hard voor maakt... en zegt, dit moet afgelopen zijn in de gevallen... Waar er sprake is van ernstige overlast en intimidatie... dat we dan ook laten zien dat we er zijn. Heeft u het gevoel dat het ministerie van Veiligheid... ons werkelijk nog veiliger gaat maken dan we al zijn? Nou kijk, de discussie is al heel lang van het ministerie van Veiligheid en moet de politie nou 1 politie worden, et cetera. Maar ik ben het geheel eens met mijn linkerbuurman. Het gaat om wat er op straat gebeurt. Het gaat om doorpakken in de praktijk. Het gaat om goede programma's om jongeren alternatieven te bieden. En ik ben bang dat al die energie waarop... gaat zitten in een ministerie reorganiseren en de politie voor de... 80ste keer reorganiseren. En het gaat vooral om de presentatie van het geheel. Hè, van de Marokkaanse straatterroristen Wat ik niet hoop met het ministerie van Veiligheid... is dat we de samenleving gaan verdelen. Want we hoorden net de jongeren, al deze wat jongeren... Wat denkt u dat het gaat gebeuren? Ik ben bang daarvoor. Ik ben bang ervoor dat als we doorgaan met de jongeren te benoemen naar achtergrond... Hè, Marokkaan, Turk, Antillianen, et cetera... Dit zijn jongeren die ons moeten gaan verzorgen over een aantal jaar. Bent u ook moeten bang voor hun zorgen. Bent u ook bang voor die verdeling? Ik denk niet dat op zich dat met het ministerie van Veiligheid samenhangt. Maar ik ben wel bang voor dat als we zo gefixeerd blijven op allochtone groepen... Wat denk je dat Hans Wilders met veiligheid bedoelt? Maar ik bedoel de reorganisatie aan zich. Daar hoeft dit niet een onderdeel van te zijn. Ik denk wel dat we heel erg voor zorg moeten dragen dat die goede verhoudingen blijven.
En dat er op straat gebeurt wat er moet gebeuren. En niet in de ministeries. En niet in de ministeries. Ja. En ik denk dat het belangrijk is dat als we naar buiten treden, dat er een evenwichtig beeld ontstaat, een realistisch beeld. Zodat het pakket aan maatregelen wat we in willen zetten ook recht doet aan wat er feitelijk aan de hand is. Glenn Helberg, Johan van der Leun, Paul van Mussen. Bedankt, dit was ZOZ. Volgende week zijn we weer. Graag tot dan.